In verband met de verjaardag van de president, tevens de voorzitter van de Nationale Democratische Partij, zijn excellentie Desiree Delano Bouterse, hebben jongeren van de NDP namens het staatshoofd feestpakketten verstrekt aan sociale instellingen en moskeeën. De schenkingen varieerden van broschkotters tot wasmachines, ijskasten en vriezers. Het is een landelijk project. We hebben de instanties in stad en district gebeld om te vragen wat de behoeften zijn, wat hun behoefte is. En aan de hand daarvan hebben we de inkopen gedaan. Dat gaat om de elektronische apparaten en dergelijke. Ze kregen een standaard pakket. De bedoeling daarvan is dat ze een feestmaaltijd klaarmaken voor alle bewoners van de instantie. En in zo'n pakket hebben we bami, kip, siew, asijn, bruine bonen, rijst, sausages, noem maar op. En daarnaast hebben we ook een levensmiddelenpakket, want sommige instanties hebben aangegeven dat ze levensmiddelen nodig hebben, waaronder broodbeleg, broodbeleg, rijst en dergelijke. En daarnaast heb je ook een ander pakket met schoonmaakmiddelen, toiletartikelen. En die worden dan gedistribueerd naar de instanties. Dit heb je niet elke dag dat je zo uitgebreid kan eten en drinken. Dus vandaar, in plaats van een feest, heeft de president liever dat we dit doen. Ik hoop dat de mensen tevreden zijn. We hebben ons best gedaan, dag en nacht gewerkt, om te voorzien in hun behoeften. Dus ik hoop dat ze tevreden zijn. Er is veel werk en tijd erin gestopt. Slapeloze nachten, maar we can do the job. We willen de president ook bedanken voor die donatie. En ook de jongeren die het tot een succes heeft gebracht. En ook wil ik de felicitatie sturen naar de president namens Stikte de Stem.